Dat het verlanglijstje van aanwervingen nieuwe spelers nog lang niet ingevuld is, nog lang niet compleet is, zoveel is duidelijk. Hetgeen betekent dat we opnieuw een nieuwe aanwinst naast mij hebben. En dat is Noah Alterman. Inderdaad, Noah, vertel eens wie Noah Alterman is in een aantal woorden. Noah Alterman, 21 jaar, aanvaller. Ik heb er zin in. Dat is het. En de voetbalcarrière, 21 jaar, dat betekent dat je er en net al wat zult geschot hebben, als ik het zo mag zeggen. 3 jaar Gent en dan 3 jaar Club Brugge. En nu mag ik hier beginnen. Waarom de interesse in knokken? Waarom eigenlijk? Ja. Toch bij de gesprekken een club met veel ambitie. Dat trok mij wel aan. Mooie accommodatie, dus ik denk dat het goed zit. Wat vind je van de accommodatie eigenlijk? Al kennis gemaakt met het neusje van de zalm als het ware? Ik heb een rondleiding gekregen waar dat ze alles hebben getoond. En alles is vrij nieuw, dus ja, ik hoef me zeker niet klagen. De nieuwe competitie die start al gauw. 20 ploegen in die competitie. Hoe sta je daar tegenover? Wat denk je daarover als voetballer? Ik weet het niet. Wedstrijden zijn leuk om te spelen, dus ik heb er eigenlijk nog niet zoveel over nagedacht. Ik heb er zin in de competitie, dus we gaan er wel. En de nieuwkomers van de U23, van de zogenaamde topclubs? Vorig jaar zat ik zelf in die reeks, dus ik vind het niet zo speciaal. Ik kijk er ook naar uit om tegen te spelen. Dus, Oké, ambitie is hier groot, dat onderstreep ik steeds en dat doe ik nu weer opnieuw. Ja, klopt. Het is wat mij ook over de streep heeft getrokken. Hopelijk zo hoog en zoveel mogelijk punten al dit seizoen. Vandaag eerste training in vorm? Dat is de bedoeling, ja. Fysisch onderhouden, dus ik denk wel dat ik er klaar voor ben. Ja, veel succes. Dank u wel.